straks. Autogarage. Jeroen, die stelt een motorblok. Nou, dat is lekker. Nou, dat is lekker. Even en daar is mama's kip. Wat zeg je nou? Een borstrand. Tada! Tot! Je staat bij een pluisje. En kaarsjes brand. Baby Jezus vandaag. Aardig te blijven. Zo is het snel. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Pega's. Oh, sorry, familievloggers. En we hebben, zoals jullie de vlog gisteren kunnen zien, een slaapfeestje gehouden in de woonkamer. En de kinderen wilden ook heel erg graag slapen in de woonkamer. Dus ik zei, oké, als het vakantie is, mag dat. En dat was dus gisteren. En ik moet zeggen dat ik niet heel erg lekker heb geslapen. Ik ben nog niet zo heel erg lekker op de bank gelegen. Ik heb middernacht gezien, zeg maar. Maar de kinderen daarentegen, het is 6:15. Ze zijn wakker. En kijk, dit is wat ik aantref. Goedemorgen. Hoe is Lucilla? Daar. Oh, daar is Lucilla. Heb je lekker geslapen, schatje? Woesel en Pip ook lekker geslapen? Ja. Woesel en Pip hebben heel lekker bij jullie gelegen. Heb je dat nog gezien, Lu? Ja. Ja, oh. Dit is het, Lucie. Goed zo. Woesel legt bij jou helemaal met de beentjes in een wijde lucht in. Had je dat gezien? Je hebt te slapen. Ja, ik zat er te slapen. Oh, je schip, ja. Ja, Woesel zat hier in de hoek. Oh, jongens, ik ben Mama, dit hoort niet vaker. Inmiddels zijn we boven aangekomen en heeft Lucilla zich al aangekleed in een mooi jurkje. En Luan ook in een mooi blouseje met een panty. Ze heeft voor de eerste keer een panty aan. En wat ga jij doen, Luan? Ik ga hier blauw doen en hier geel doen. Huurtje, gaan we kleurtjes in de haar doen? En Lucilla doet hier blauw, denk ik. Ja? Ja. En hier rood. Oké. Het is vandaag voor ons, nu we dit opnemen, is het kerstavond. Dus wij gaan vanavond naar de kerstdienst. En hebben we kerstavond, zeg maar. Vandaar dat de kinderen in de kerstoutfitjes zijn. Wil jij een heel klein beetje rood? Mama hoeft echt geen kleur in haar haartjes. Nee. We waren laatst bij tante Mirjam. Die kapte, of die knipt altijd de haren van de kinderen. En ze hadden ook van die spuitbussen. Dus toen zagen ze dit liggen bij de action. Toen was het, oh mama, dit is zo leuk. Zo leuk. Mama, die ook heel veel. Veel. Doe maar, voor de feestdagen. Het is meer carnavalkleur, maar goed. Wat zeg je? Huh? Oh ja, dat is ook nog even een dingetje. Hier heel erg druk achter de schermen. Jullie hebben daar in de vlog niet zo heel veel van meegekregen. Maar onze jaarmovie die is 6 uur lang geworden. Waardoor wij ontzettend veel problemen kregen bij het schrijven van de video in het bewerkingsprogramma. Wil je jullie groot worden? Nee, nog niet spuiten. Waardoor de kwaliteit had je eerst op 4K, hè? Dus een hele hoge resolutie. Dus er werd niet één hele videobestand van gemaakt. Daardoor heeft hij hem uiteindelijk op 720 moeten zetten. Dus dat is de videogrootte van het beeld. En uiteindelijk, na uren, nachten in het bewerkingsprogramma schrijven, hebben we nu dus het videobestand, gelukkig. En nu moet hij nog op YouTube. En dat duurt ook altijd een paar uur voordat er 6 uur is geüpload. En eigenlijk willen we het dus op de dag voor kerst online zetten. En dat is dus vandaag. Dat was vanochtend 6 uur. Dat was eigenlijk vanochtend 6 uur. Dus we zijn eigenlijk al een beetje aan de latere kant dan dat de wouden. Goedemorgen, hier is papa de Nijra. Goedemorgen, hier is Kijk, papa. Ik heb de hele nacht echt letterlijk nu kunnen schrijven op 420 HD. En ga even kijken, moet je beeldscherm laten zien of we geen haken hebben. Want nu is het spannende, is die vast gaan lopen of niet? Want als die vast is gaan lopen, dan hebben we weer een probleem. Dan moet hij weer opnieuw. Dan gaan we hem dus online zetten. En dat duurt echt heel lang. Dus op het moment dat hij online staat, dan gaat hij ook openbaar voor jullie. Jullie hebben deze jaarmovie dus al wel gezien, als het goed is. Kijk dan even terug. Jaarmovie 2019. Bellingen-movie, ja. Bellingen-jaarmovie 2019. En dan kun je hem terugzien als je het leuk vindt. Maar goed, dan hebben we dus even een kijkje achter de scherm. Ik zie het nog steeds niet uit, jongens. Ik heb echt een brakke nacht gehad. Jij niet, hè? Ja, Daan is boven gaan liggen. Ja, oh nee. Ja, Daniel heeft daar gezeten. Ja, ik heb dus met de kinderen op de bank gezeten. Als je de vlog van gisteren niet hebt gezien, kijk hem even terug, want we hielden een slaapfeestje, dus we sliepen met z'n allen beneden. Ik had zelf ook kerstkleding besteld bij de Weekamp. Normaal gesproken koop ik niet heel veel bij de Weekamp, maar nu dus toevallig wel. En het is echt jaar geleden dat ik er wat heb besteld, waardoor dus het adres van waar wij wonen nog ingesteld stond op het adres waar wij
vijf jaar geleden woonde. Dus dat is bezorgd bij ons oude adres van 5 jaar geleden. Kwam ik net pas achter. En het is ergens bij een bezorgpunt afgegeven. Dus dat wil ik straks ook even checken. Ik hoop dat het daar nog staat. Dan heb ik in ieder geval vanavond met het kerst in de kerk bij de kerstdienst wel kerstoutfit. Anders moet ik even iets anders chiques uit mijn kast pakken. Dat kan ook wel. Maar ik hoop echt dat ik het krijg. Want het is ook nog voor eerst en tweede kerstdag. En voor oud en nieuw had ik kleren besteld. Eerst gaan we even de kinderen de haren verven. Want die wilden een kleurtje in de haar. Nou, prima. Omdat het bijna kerst is. Dit is op eigen risico, hè? Weet je wat dat betekent? Nee. Dat het niet, dat als het fout gaat, niet mijn schuld is, maar je eigen schuld. Want jij zo graag wil. Goed? Even kijken hoor. Oeh. Hè? Ah! Wat? Nee! Wat? Ah! Wat? Kijk. Ah! Wat is dit? Oh. Ah! Wat is dit? Ah! Dit is geen. Dit is geen haarspray. Dit is een feestspray schuim dingetje. Dan moet ik maar grijs haar. Is dit wel een spray? Voor haar. Ja, die wel. Nou, maar dat is ook wel leuk voor de kerst. Oh, grijs haar. Ik wil geen oma haar. Mag dit? Ja. Het is maar even. Komt ie? Woeh! Ja? Kijk dan! Doe maar. Het is wel rood. Super! Wat is het, Lux? Wat is dit voor gaars? Wat is het, Mies Meisie? Kom hier. Wat is dit? Wat is dat, Luxie? Huh? Kijk! Wat is dit haar? Ben je er klaar voor? Ja. Het is leuk hoor. Het is een beetje glitter. Leuk, Lu. Nou, kijk eens naar beneden met je hoofd. Kijk, ik vind het fantastisch, jongen. Waarom het fantastisch. Is dit gewoon? Ja. Voor Lucilla heb ik eventjes een invlegje in haar haar gemaakt. En ze wil een haarband op. Maar dan moet je eerst even het spuitje doen, schatje. Anders wordt je haarband ook vies. Goed? Jullie het zien? Okay, ik weet niet of het te zien is, maar dit is het geworden. Oké! Okay. Best mooi! Oh! Kijk eens, jij nog eentje? Wauw! Nou, prachtig meisje, jullie zijn er klaar voor. Mama die is ook aangekleed, maar Luan en Lucilla die gaan even met papa de auto naar de garage brengen. Want die, wat was er ook alweer? Die krijgt een grote onderhoudsbeurt. Ja. En dan kan mama mooi even de video editen die ik gisteravond niet kon editen. En Luxie gaat wel lekker slapen. Omdat de jaarmovie in het schrijven was, dus ik kon niet in het editprogramma. Dus gaat Luxie even lekker slaapje doen. Kan mama even rustig editen en dan gaan jullie even lekker met papa mee. Ja, wat leuk zo lekker. Ja. Nou, veel plezier met papa, hè? Ja? Tot 2 uur. Tot straks. Zo, kids. We zijn aangekomen, hè, bij de autogarage. Gaan we de auto even een grote onderhoudsbeurt geven voor de winter, hè? Ja. Dan kan hij ook mee op wintersport misschien nog, hè? Nou, hier zijn we weer. Onze Mitsubishi dienen. Het regent pijpenzelen. Dus zeg maar auto. Fijn onderhoudsbeurt. En tot straks. Doe de deur maar dicht. Tot straks, auto. Hallo, daar zijn we weer. Dat is een goeie als kool, meneer Jummer, hè? Hè? Kijk eens, Lucilla en Luan. Zijn jullie weer in de speelhoek? Dat is een stoere auto. Of even een lekker bekertje limonade. Dat is wel even leuk zo met papa mee naar de autogarage. Hè? Ja. Kijk, Luan die stelt de motorblok af. Ik heb een koekje bij. Oh, wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Jij ook een koekje? Ja. Dankjewel hoor. Ja, nou papa dan ook maar eentje. Hè? Het is kerst. Okay. Dank u. Papa, mijn loopt mijn tandje heel los. Jouw wiebelt dan. Wiebel, wiebel, wiebel. Help het dicht te eten. Ik zeg proost op onze auto, hè? Ja. Dat die straks weer helemaal goed onderhouden is. Nu dan moest je dat wel lachen. Hij zei, hé, er ging een meneer met onze auto weg. Wel, dat is dus de automonteur. Nou, Luan, zullen we kijken. Daar is de auto, zie je dat? Ja. Kijk eens, Lucilla, Luan. Ja. Hoe het allemaal
Nee, dat klopt. Het is deze auto. Nee, het is geen familieauto, maar hij is wel mooi. Hey, goed sparen als jullie dan later zo oud zijn als papa. Dan kunnen jullie misschien wel zo'n auto veroorloven. Goed? Ja, ja. Nu, Zella? Zitten we in de gordels? Ja! Op neus! Nou, we zitten in de leenauto. En wat papa tegenkomt, Michael Jackson. Hoi, man, pas jongens. Ja. Sinds dit in een auto huis. Zilver, een beetje klein, een beetje veel. Maar we gaan deze niet haalbaar, alleen leen. Daarom zit het ook een leen auto. We zijn even in het winkelcentrum. Mama heeft een kerstoutfit besteld voor haar. En die heeft ze laten verzorgen op het oude adres. Oh. Hopelijk ligt hij hier bij het postkantoor op altijd, ja? Ja. Nou, even kijken. Nou, Lulas, even een kerstfoto 2019. Daar gaan we. 1, 2. Kinderen, kijk eens. Mama had het kerstoutfit op het oude adres laten bezorgen. Maar kijk. En daar is mama's kerstjurk. Daar staat de auto. Zilla, die kant op. Zilla. Hop, naar mama met de kerstoutfit. Gelukkig, de kinderen die zijn weer thuis en Luxie die ligt even te slapen. En ze hebben gelukkig mijn weekendpakketje onderschept van het verkeerde adres. Gelukkig was het ergens bezorgd op zo'n ophaalpunt. Dan gaan we eens even kijken. Echt heel klein. Dat lijkt wel een beetje op jouw stofje. Dat is een jurkje. Oeh, ja, dat is een. Ja, dat is een mooie lange jurk voor jou. Voor mij. Nee, voor mama. Maar voor jou is die lang. En die? Okay. Die is ook mooi, hè? Met een glittertje erin. Het is een rokje en een borstband. Wat Lucilla wat zeg je nou? Luan en Lucilla die noemen... En deze. Luan en Lucilla die noemen een mooie décolleté, noemen ze een borstrand. En dat vinden ze mooi, als mama dat draagt. Dus ze zeiden, mama, heb je weer een borstrand? En een kort rokje. Of een zo'n strengetje. Hier. En ik zie hier ook wel en die, ik heb er nog een, wat is die? Een glitter. Mama, die lijkt op mijn flesje. Ja. Het eerste jurkje heb ik aan. Mama, mag ik het van jou? Ja, jongens, blijf toch van me af. Wat wil je doen? Nou, dit is het jurkje. Oh. Wat een mooi kort rokje. Zo. Nou, dit is het eerste jurkje. Geweldig. Mooi. Mooi. Is het goed gekeurd? Ja. Nog geen twee rondjes. 1, 2. Nou, volgende jurkje. Ja. Oké, okay, zal ik springen? Ja. 1, 2, 3. Tada! Helemaal gaarse rondjes draaien. Ja. 1, 2. Wat doe jij? Ja, vind je het mooi? Ja. Oké, nu gewoon weer springen. En dat is toch wel een beetje hetzelfde. Ik heb er geen handjes in, nee. Moet je deze vandaag aanlaten? Ja? Vanavond gaan we naar de kerstdienst. En welke jurk zal mama bij de kerstdienst aandoen? Goud. De gouden, niet deze. Ik dacht zo leuk, hetzelfde als jij. Ja, de Lella. Goud. Nee, mama gaat voor deze. Want dan doe ik op de tweede kerstdag doe ik die gouden aan. En dan doe ik morgen met de familie doe ik dan die zwarte met die glitters aan. Johan, hij is aan, hè? Nee, hij is niet aan. Wel, hij is dat. Oh ja. Nou, mama, de vlag zit aan. Dit is gewoon zwaaien. Vind je de vlag ook? Ja. Nou. Nou, nu heb ik mijn showdag gedraaid. En ja, dat is nu. Kom, laten maar aanbidden. Dikke. Applaus. Zo. Wow, dat was er een lange uithaal. Ik heb nooit zo'n lange uithaal gehoord. Heb je die op de film? Heb je die uithaal gefilmd? Ja, er zit aan. Heb je die? Ja, heb je die gefilmd?
Ben ik ook zo lang? Hij zit nog steeds aan. Kom, laat hem naar hem binnen. Die koning. Want u alleen bent vader. Ik wil wel vlug. Want u alleen bent vader. Want u Ja. Hoorde je de kerstliedjes? Yes. Dat waren wel een mooie kerstliedjes. Kijk eens. Oh, kom bij mama. Oh, pluisje. Ze voelt zich een beetje bak van de nachtje op de bank. Oh, ja, ja, mama ook. Er is een kindje geboren op aard. Er is een kindje geboren op aard. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Kwam op de aarde voor ons allemaal. Een kribbetje, de dekt met wat strooi. Het lag in een kribbetje, gedekt met wat strooi. Hooi. Strohooi, strohooi. Op de aarde voor ons allemaal. Gaar, alle gaar, dat is heel ouderwets gezet. Voor ons alle gaar. En wens ons allen een gelukkig nieuwjaar. Zalig. En wens ons allen een zalig nieuwjaar. Kunnen we er nog eens? Nee, mini-disco kerstliedjes. Daar staat alle liedjes bij. Oh. Was open sleigh. Snow was open sleigh. Dat vind ik moeilijk. Alleen maar jingle bells. Dat, Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Klik, klokjes, klingelingeling. Klink, klokjes, kling. Gezelschap horen. Jezus is geboren. Dat is een andere tekst. Die blije klanken. Grillen wij God danken. Klink, klokjes, klingelingeling. Klink, klokje, klink. Midden in de winternacht ging de hemel open. Die ons held en wereld bracht. Antwoord op ons hoofden. Elke vogel zingt zijn lied. Christus is geboren. Zo, was het uit de hand? In alle landen gaan wij kaarsjes branden. Kling, klokje, klingelingeling. Kling, klokje, kling. Er is een kinderke geboren op aard. Het kwam op de aarde voor ons allen. Die gaat weer even de auto van de garage ophalen. Die was klaar. En wij zitten inmiddels even lekker een broodje te eten. Luxie zit ook een banaantje te eten. En Pop die moest er ook bij zitten. Ja, dat is eigenlijk is dat baby Jezus vandaag. Hè? Ja. Wie is er met de kerst geboren? Jezus. En wie is Jezus dan? Jezus. Wie is Jezus? Wie is Jezus? Nou, Jezus zit daar zo bij het kribbetje. Ja, maar wie is dat dan? Wat, waarom is die baby zo speciaal? Nou, hij moest er komen van de... Van de, hoe heet het, de engel, de koop. Nou, de engel zei tegen de moeder van Jezus, Maria, dat die kindje heel belangrijk zou maken, want die kindje is de koningskind. Een koningskind, ja. Baby Jezus, de zoon van God. En dat heeft God bedacht. Ja, dat klopt, kind. En dat gaan we nou weer herdenken.
dat ze alle mensen zo stout waren, te stout, dat hij nog maar één kon. En dat Jezus even op de aarde kwam om de mensen te helpen om aardig te blijven. Ja, dat heb je heel mooi verteld, kinderen. Dat herdenken we weer als we kerst vieren. Ja, dan gaan we straks naar de kerstdienst en dan gaan we allemaal liedjes zingen over Jezus en over het kerstfeest. En dan hebben we vanavond kerstavond. Dat doen we altijd voor de rest niet zo heel erg veel. Ja, de kerstdienst dan. Maar morgen hebben we dus de eerste kerstdag. En met de eerste kerstdag zijn we lekker met de familie, bij elkaar. Ja. Ja, gelukkig een plekje bij oma. Hallo oma. Alles wat adem twee zorgzame mensen uit. Het waren Jozef en Maria uit Nazareth. Ze voelde dat haar kind ieder moment ter wereld kon komen. Ze moesten snel een slaapplaats vinden. Maar het was door de grote volkstelling heel druk in Bethlehem. Maria kreeg een zoontje. Ze noemde haar baby Jezus. Dance me.